Psalm 68, vers 5 tot 7 en 19 tot 21. Zing voor God, bezing zijn naam. Maak ruim baan voor hem die door de vlakten rijdt. Heer is zijn naam. Jubel als hij verschijnt. Vader van wezen, beschermer van weduwen. God in zijn heilig verblijf. God geeft eenzamen een thuis en gevangenen vrijheid en voorspoed. Maar opstandigen zullen wonen op dorre grond. U voerde gevangenen mee, eiste gaven van opstandige mensen. En steeg op naar uw woning, Heer onze God. Geprezen zij de Heer, dag aan dag. Deze God draagt ons en redt ons. Onze God is een reddende God. Bij God de Heer is bevrijding uit de dood. Wij belijden dat onze hulp afhankelijk is van die machtige God en Heer. Hij heeft hemel en aarde gemaakt. God belooft ons, ik ben erbij. Amen. We lezen met elkaar uit Efeziërs 4, daarvan vers 1 tot en met 10. Ik die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft. Eén lichaam
en één geest. Zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is. Aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft. Daarom staat er, toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen. Hij steeg op. Wat betekent dat anders dan dat hij ook is afgedaald naar wat lager ligt, naar de aarde? Hij die is afgedaald is dezelfde als hij die opsteeg tot boven de hemelsferen om alles met zijn aanwezigheid te vullen. Stel je eens voor dat je erbij was geweest. Wat zou er veel door je hoofd spoken? 3 intensieve jaren heb je de meester gevolgd. En onverwacht kwam daar een schokkend einde aan. En een paar dagen later volgde dan weer een nieuwe schok. Hij leeft. En in de dagen, weken die volgen, heb je de meester gezien. Gesproken. Hij heeft uitleg gegeven. Echt begrijpen, doe je het misschien nog niet. Maar hem volgen, dat doe je wel. En dat brengt je nu hier. Je hoort hoe hij zegt dat hij moet gaan. Je kijkt naar hem. Zijn voeten komen los van de grond. Hij stijgt op, zijn armen breed zegenend uitgestrekt. Je kijkt totdat hij in de wolken verdwijnt. Hemelvaartsdag 2020. Vergis ik mij als ik beweer dat deze
dag een beetje het ondergeschoven kindje is van de christelijke feestdagen? Kan je het eigenlijk wel een feest noemen? Er is geen gespannen verwachting zoals met kerst. En ook niet de bevrijdende opluchting van Goede Vrijdag en Pasen. En al helemaal niet de vurige extase van de geest van Pinksteren. Hemelvaartsdag heeft denk ik meer weg van ja, een soort pensioneringsfeest. En je kent het vast wel. Zo'n bijeenkomst waar iedereen wat onwennig met een glas in de hand voor zich uitstaart. En ongemakkelijk schud je de pensionado de hand. Nou, tot ziens. Het was goed om samen te werken. Wie weet zien we elkaar nog eens. En voor je het weet, is het afscheid voorbij. Gaat het leven verder, volgens het principe, uit het oog. Wat is Gods bedoeling met hemelvaart? En waarom steeg Jezus zo op? En welk nut heeft het dat die leerlingen erbij staan en er naar kijken? Nou, om daar zicht op te krijgen, heb ik het gedeelte uit Efeziërs laten lezen. En hebben we ook een gedeelte uit Psalm 68 gelezen. In beide teksten gaat het over gevangenen. En daar concentreer ik me vooral op. Psalm 68 gaat over de bevrijding uit Egypte. En deze keer dan wat minder vanuit het gezichtspunt van Israël, het volk dat bevrijd werd. In dit lied wordt de bevrijder zelf, God, bezongen. God die de Egyptenaren sloeg en strafte, zijn volk wegvoerde en door de woestijn leidde, hen in het beloofde land liet wonen en zelf de tempel betrok op de berg Sion. Op die tocht werden gevangenen meegevoerd, zingt de psalm. Nou, de eerste gedachten gaan, denk ik, naar krijgsgevangenen, omdat er sprake is van een triomftocht. En het bekendste beeld van zo'n triomftocht is dat van een Romeinse veldheer die krijgsgevangenen, overwonnen vijanden, meevoert samen met de buit die hij veroverd heeft, dwars door de stad Rome. Maar volgens de Joodse uitleg van deze psalm ging het echter niet om overwonnen volken, maar over Israël zelf. De Israëlieten waren de gevangenen geweest van de Egyptenaren en nu waren ze door God buit gemaakt. Als buit zijn ze door God meegevoerd. God heeft het volk vastgegrepen en laat het niet meer los. Israël en de ene God, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat was de gangbare interpretatie die geleerd werd in de synagoge. En het is ook de uitleg die Paulus volgt in de brief aan de Efeziërs. In Efeziërs 4, vers 8 staat: daarom staat er, toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee. En Paulus schrijft daarmee eigenlijk: onze volksgeschiedenis heeft zich herhaald. God is opnieuw naar ons toegekomen om ons te bevrijden. Om ons als buit met zich mee te voeren. In Jezus heeft God ons bevrijd. Dit keer uit de slavernij van zonde en gebrokenheid. Opnieuw gaat God zijn gang door de geschiedenis. Triomfantelijk en onstuitbaar. Jezus neemt zijn rechtmatige plaats in als overwinnaar. De Joodse leerlingen staan erbij, als bevrijde gevangenen. Op afstand in tijd en plaats zijn ook de Joodse en niet-Joodse Efeziërs aanwezig, bevrijd uit gevangenschap.
En net zo kijken 2000 jaar later jij en ik als leerlingen naar de meester. Niet langer slaven van gebrokenheid en zonde. Vrij van schuld. Onlosmakelijk verbonden met de Heer. Onlosmakelijk verbonden. Ruil je dan niet de ene gevangenschap in voor de andere? Dat is voor heel veel mensen een spannende vraag. Zeker voor ons in het Westen, die gewend zijn te denken en te spreken in termen van vrijheid en democratie. Maar als de keuze nu is gevangen blijven in slavernij aan gebrokenheid en zonde, die het leven kapot maakt totdat de dood erop volgt, of onlosmakelijk verbonden zijn met de God die weet wat leven is. Het schenkt aan ieder mens die hem erkent en een nieuwe toekomst schept. God is vrijgevig. Jezus deelt gaven uit terwijl hij opstijgt naar de hemel. Efeziërs 4, vers 8, het vervolg. En hij schonk gaven aan de mensen. In die woorden van Paulus, schonk gaven aan de mensen, zit een dubbele bodem. Er zijn namelijk twee manieren waarop je naar die gaven kunt kijken. Eerst zie je dat zegenende gebaar. Als ze naar dat gebaar kijken, schieten de gedachten van de leerlingen gelijk naar de laatste keer dat ze Jezus zo hebben gezien. Daar hing hij aan het kruis. En die zegenende armen van nu zijn onlosmakelijk verbonden met de gebroken armen van toen. Jezus deelt uit de gave van vergeving, verlossing, bevrijding. Wat een zegen. En kijk vervolgens nog eens naar dat zegenende gebaar. Jezus herinnert daarmee niet alleen aan de gave die hij schenkt en heeft geschonken. Hij maakt daarmee ook de leerlingen zelf tot een gave. Jezus schenkt zijn leerlingen aan de mensen. Ze zullen straks vertellen van de liefde van God in hem. Gods geschenken uitdelen aan anderen. En zo zullen ze ook tot zegen zijn. Leerlingen die Jezus volgen, gelovigen van andere plaatsen, andere tijden, ze zijn een Gods geschenk voor de wereld. En daarom legt Paulus er ook de nadruk op dat hij gevangen zit omwille van de Heer. En dat is niet meelijwekkend, dat is triomfantelijk. Zelfs in de gevangenschap van Paulus deelt Jezus hem als gave uit aan de mensen. Hemelvaart 2020. Daar sta je dan. De meester stijgt op naar de wolken. Langzaam verdwijnt hij in de mist van de tijd. Jezus ver weg als koning in de hemel en wij als achterblijvers hier op aarde. Of toch niet? Gevangenen. Het centrale begrip in tekst en uitleg vandaag. Als bevrijde gevangenen zien we onze bevrijder als overwinnaar opstijgen. Zijn voeten komen los van de aarde. Maar tegelijk laat Jezus ons niet los. We blijven door hem geboeid, vastgeklonken aan de meester. En ook dat klinkt door in de woorden van Paulus, gevangen omwille van de Heer. Hij heeft ons bevrijd uit slavernij. De slavernij van de zonde.
En nu zijn we onlosmakelijk met hem verbonden. Hemelvaart 2020. Opnieuw kantelt het beeld. We zijn hier niet op een pensioneringsfeestje. Een afscheid na jaren van goed gedane arbeid. We laten Jezus niet gaan om op zijn welverdiende lauweren te rusten. We blijven aan hem vastzitten. Hij als ons hoofd in de hemel en wij hier als zijn lichaam op aarde. Dat is een prachtig beeld. Ik heb het afgelopen zondagmiddag ook gebruikt in de leerdienst. Een prachtig beeld. Als gelovige loop je met je hoofd in de wolken. Letterlijk, Jezus Christus in de hemel en zijn volgelingen op aarde. Jezus Christus, het hoofd van al zijn volgelingen. Christenen, het lichaam van Jezus. Hemelvaart toont daarmee een dubbel beeld. De voeten van Jezus raken wel los van de aarde, maar blijven tegelijk in zijn leerlingen stevig in de modder van deze wereld geplant. Opnieuw zien mensen God daardoor in al zijn glorie. Hij heeft de vijand verslagen, gevangenen bevrijd. Zegevierend gaat hij door de tijd, triomfantelijk doet hij zijn intrede in zijn paleis en eist de troon en de macht over alles en iedereen. God almachtig, God die jouw God wil zijn, die zijn gaven aan je geeft, vrijheid, verlossing, vergeving. God die jou als gave uitdeelt aan anderen. Man, wat valt er veel te zien en te genieten met hemelvaart. Heer, hoe groot en machtig bent u. Geweldig in alles wat u doet. Ontzagwekkend in uw luister, ver boven ons verheven. En aanwezig in ons leven, zo dichtbij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Laten we met elkaar bidden. Heer onze grote, machtige God, wat is het heerlijk om aan u te denken zoals u bent in de hemel. Groot en machtig, schepper van alles wat wij zien en kunnen aanraken, waarvan wij weten door anderen die ons ervan verteld hebben. Groot ook in uw verlossend werk voor ons in een gebroken wereld. Heer, dank u wel dat we u in uw Zoon, Jezus, als mens ook veilig weten in de hemel. Heer Jezus, u bent de eerste mens die met lichaam en ziel bij uw Vader is. Een levend getuige dat wij daar straks ook mogen zijn. Bij hem, op de nieuwe aarde. Heer, dank u wel dat u dat vooruitzicht geeft. En dank u wel dat u ons niet alleen achter hebt gelaten, maar dat u met ons verbonden blijft. Dank u wel dat u uw geest hebt gegeven. We zullen daar ook aan terugdenken en dat vieren met Pinksteren. Dank u wel dat u dat aan ons geeft en zo voor ons zorgt en ons in vuur en vlam zet voor u. Heer, wilt u met ons zijn als wij deze dag beleven als, ja, als een gewone dag, waarop we misschien nog iets doen met de kerk en het luisteren van liederen, maar verder gewoon een vrije dag hebben waar we op dit moment niet zo goed mee weten wat we daarmee moeten doen. Heer, wilt u ons helpen om te genieten, deze dag echt te genieten van wie u bent, hoe u voor ons zorgt, dat u er echt, echt altijd bij bent, omdat dat kan. Omdat u dat mogelijk hebt gemaakt. Uw nabijheid voor ons. Omdat u ons net zo heilig maakt als u bent in uw Zoon, Jezus Christus. Heer, geef dat wij daarvan mogen genieten. En u mogen eren als de overwinnaar die u bent. Dat we uw naam groot houden. Deze wereld is niet van ons. Deze wereld is niet van de duivel of van welke kwade macht dan ook. Deze wereld is van u, met alles erop en eraan, inclusief wijzelf. Heer, dank u wel voor die wetenschap. Dank u wel voor het nieuwe leven. Amen. Oh,
Jezus leeft en ik zal leven. De koning en de machten van de hel weten wie er regeert. De naam boven alle namen bovenstijgt. Voor eeuwen is uw heerschappij, uw troon. Mogen de Heer ons zegenen en ons behoeden. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over ons laten schijnen en ons genadig zijn. Mogen de Heer ons zijn gelaat toewenden en ons vrede geven. Amen.